Hi, welkom bij Jules Cooking. En vandaag gaan wij spaghetti maken. Maak eens eerst een kuiltje in 200 gram semola bloem. Breek in dat kuiltje dan 2 eieren. Giet er dan een scheut olijfolie bij en 1 gram zout. Kneed het daarna ongeveer 10 minuten tot een elastische deegbal. Dek de deegbal dan af met plastic folie en laat het 2 uur rusten in je koelkast. Bestuif het dan met bloem en rol het uit zodat het door je pastamachine past. Rol het deeg dan uit en vouw het dubbel. Herhaal dit nu 5 keer. Rol het daarna standje voor standje naar de gewenste dikte. En snij nu het deeg naar de gewenste breedte. Laat de pasta daarna een kwartiertje al hangend drogen. En kook het hierna 2 minuutjes in kokend water. Giet het dan af en besprenkel het met knoflookolie. En hierna kan je de pasta serveren. Bon appétit!